Zij staat voor de klas. Hij ook, maar nu even niet. Samen hebben ze één baan. Het ene jaar zij. Dus hij nu even niet. Prettig geregeld. Zij is geen familie, maar wel kind aan huis. Ook hij is geen familie, maar hij huist er wel. En er huizen nog twee dochters in het buitenland. Prettig geregeld. Wat is er? Wat ik nou weer lees. In het Damzicht ziekenhuis heeft men een 70-jarige patiënte die een onbeduidende ingreep moest ondergaan, bijna van een nier beroofd. Toen de opererende chirurg de vergissing bemerkte, heeft hij in zijn haast de buikholte weer te sluiten een arterieklem achtergelaten. Je bent tegenwoordig je leven niet meer zeker in het ziekenhuis. Laat het alsjeblieft niet aan Trace lezen. Waarom zou ik? Nou, dat zou net iets voor jou zijn. Wat? Nou, om te zeggen, Trace, heb je dat gelezen van die toestand in het ziekenhuis? Wat is daar dan verkeerd dan? Nou, ze moet al binnenkort worden opgenomen. Oh ja, dat is waar ook. Goed dat je het nog even zegt. Nou ja, dat je dat vergeten was. Nou, het is toch alleen maar voor observatie. En volgens mij markeert ze niks. Hoe weet je dat nou? Ach, het zijn allemaal van die vage klachten. Weet je wat ik pas nog las? Dat uit een onderzoek is gebleken dat alleenstaanden vaker ziek zijn. Dus toch ziek? Ja, door psychische oorzaken. Ja, wat een onzin nou. Ja, ze is alleen, ja, maar ze maakt niet de indruk eenzaam te zijn. Hé, wacht even. Weten wij geen aardige man voor haar? Oh, zeg maar, dat is een typische mannenoplossing. Alsof een vrouw alleen niet kan leven. Ja, maar niet zo aangenaam. Doris, Hanna, ik ben er. Weg die krant. We zijn hier. Meent dat nou weer moet gebeuren, hè? Heb je dat gelezen van die toestand in het ziekenhuis? Wat? Nou, ze hebben bij een vrouw een grote klem in haar buik achtergelaten. Oh, nou, dat is toch niet met jou gebeurd? Nee, maar ik moet toch ook naar het ziekenhuis? Daar ben je toch tegenwoordig je leven niet meer zeker. Ach, hoe kom je daar nou bij? Jij moet toch alleen maar voor observatie? Nee, nou, observatie, er gebeurt niks. Never. Zo'n verhaaltje, dat is een uitzondering. Daarom staat het ook in de krant. Als het goed gaat, lees je er nooit wat van. Dat van jou, dat komt ook niet in de krant, Trace. Denk me niet dat als jij thuis komt dat er in de krant staat... Therese de Graaf is uit het ziekenhuis teruggekeerd. De observatie is goed verlopen. En zoals verwacht werd, mankeert ze niks. Ah, Joris, hou nou maar op, hoor. Wacht, wat is dat, hè? Hey, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Ja, je bekijkt het maar. Voor mij hoeft het niet meer. Aan u. Zo, temperament van vrouwtje, moet je neerhouden. Ik hou niks. Ik wil haar niet meer zien. Zij jou ook niet, hè, zo te horen? Ach, bemoei je met jouw eigen zaken. Dat doe ik, vriend. Mag ik misschien even kijken of mijn ruiter er nog in zitten? Trace, hou nou toch op. Dat wil ik absoluut niet hebben. Nou ja, ik heb het vanmiddag toch al vast laten leggen bij de notaris. Nou. Wat was dat? Wat die toch altijd uitsprak met vrouwen. Langer dan een maand houdt hij ze niet. Hoeveel heeft hij er na de vakantie nou al versleten? Oh, ik hoor het er morgen al weer zeggen. Het was weer de ware niet, Hanna. Jullie erven mijn Friese staartklok. Oh, ik wil er niet aan denken. Nou, dat vind ik niet eens zo'n rare gedachte. Alleen wat voorbarig, Trace. Oh, je hoeft je toch niet ongerust te maken? Nee, zo is het. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Nou, reken maar dat ik ze in de gaten zal houden in dat ziekenhuis. Of je gelijk hebt. Ja. En weet je nou al wanneer je wordt opgenomen? Ja, vrijdagochtend. Vrijdag al? Vrijdag? Wat vreemd. In het weekend doen ze nooit iets. Lig ik daar dan voor niks? Nou, voor niks. 400 gulden per dag. Ja, maar waarvoor moet ik dan vrijdag al? Voor het ziekenhuis natuurlijk. Jij houdt een bed bezet. Bed bezet? Kijk dus, mevrouw. Dit is voor u. Oh, wat moet ik daarmee? Even innemen. Hier is een glaasje water. Ik gebruik geen medicijnen. Dit zijn geen medicijnen. Waar moet ik ze dan innemen? Dat is voor het onderzoek van morgen. Wat is dat voor een onderzoek? Er worden foto's gemaakt. Van wat? Van uw galblaas. Oh, maar waar dienen die tabletten dan voor? Ah, dat is een contrastmiddel. Anders kunnen ze niks zien op de foto. Oh, maar hoe werkt dat dan precies? Nou, precies weet ik het niet. Dat moet u aan de hoofdzuster vragen. Zou u die dan even voor mij willen roepen? Ja. Ze is nu even druk bezig. Maar ik zal vragen of ze het u straks even uitlegt. Ja, maar dan heb ik die ding al geslikt. Dat moet u toch. Anders kan het onderzoek niet plaatsvinden.
Zijn er nog bijwerkingen? Nee hoor. Weet u dat zeker? Nou, u kunt er misschien een beetje misselijk van worden. Wat zit er dan in die tabletten? Het zijn cholebrine-tabletten. Ja, maar wat zit erin? Ik heb echt geen tijd om u dat allemaal uit te leggen. Nou, weet u wat? Geeft u mij de bijsluiter maar. Dan lees ik het zelf allemaal wel. De bijsluiter? Ja, maar mevrouw, er vraagt u nooit iemand om een bijsluiter. Nee, gek mens ben ik, hè? Ja. Ja, nee, ik begrijp het. Ja. Nee, ik ben het helemaal vergeten. Goed. Ik kom eraan. Ja. Tot zo, hè. Heb je wat te doen vanavond? Nee. Oh, dan heb je het nou. Ik ben helemaal de vergadering van het wijkcomité vergeten. Ik stond net op het punt om naar Trace te gaan. Kun jij niet even gaan? Ach, ja. Nee, ik hou niet van ziekenhuizen. Ja, laat ik er nou dol op zijn. Ik ben altijd een beetje bang. In de ziekenhuislucht, daar word ik ongepast van. Onpasselijk heet dat. Onpasselijk? Wat is ongepast dan? Ongepast is dat jij een oude vrouw die in het ziekenhuis ligt wegens vage klachten, waarschijnlijk veroorzaakt wegens alleenigheid, dat je die oude vrouw tijdens bezoekuur in haar eentje laat wegkwijnen. Dat is ongepast. Hoofdpijn krijg ik ook altijd een beetje. Wil jij dan dat Hanna en ik er alleen voor opdraaien? Nee, tuurlijk niet. Nou dan, hier. De bloemen. En ik krijg 7,5 gulden bij je. Hoi, Trace. Ben je laat? Ik zou eigenlijk pas morgen komen. Dan ben je veel te vroeg. Ja, Joris zei de... In ieder geval, je bent niet op tijd. Ik hoor het al. Ik hoef niet te vragen hoe het met je gaat. Doe het toch maar. Hoe gaat het met je? Ach, het gaat wel. Alsjeblieft. Dank je. Word je misschien wat vrolijker? Let maar niet op mij, Hassan. Ze zijn erg mooi. Je hebt ze toch niet een half van het ziekenhuis gekocht, hè? Nee. Want dan betaal je 7,5 gulden, hoor, voor zo'n bosje. Wil je ze nou ook nog voor me in het water zetten? In een kamertje hier rechts in de gang. Daar staan vazen. En zet er meteen een stukje van de steel af. Kan ik u ergens mee helpen? Bloed. Nee, toch. Waar is hier de eerste hulp? De eerste hulp? Hier, links de deur uit, met de lift naar de begane grond. Eerste deur rechts. Dus ik loop... Lopen. Ik weet niet of dat in uw toestand wel kan. Heeft u nog een bed vrij? Nee, dat spijt me. Wat moet ik dan? Wat dacht u van een pleister? Moet ik er 's middags mee rusten, zuster? Dat kan nooit kwaad. Komt dit echt weer helemaal goed? Over een week kunt u er weer van alles mee. Alles? Pianospel ook? Zeker. Dat is mooi. Want dat heb ik nooit gekund. Ha, buurvrouw. Hoe is het met u? Goed. Alles goed? Ja, mooi zo. Prima. Ik ben zo blij. Voor wie komt u eigenlijk? Voor Trace. Trace? Mevrouw de Graaf. Oh, die lastige tante. Nee, dat is mijn buurvrouw. Vanmorgen wilde ze zich niet laten prikken. Dat was gisteren al gebeurd. De dokter moest er zelfs aan de pas komen om het haar uit te leggen. Hé, hey, ik zie je. Voilà. Bleef je nou? Oh, hebben ze je per ongeluk bloed afgenomen? Hanna, waar is die medische encyclopedie? Hoezo? Gaan we doktertje spelen? Nee, Trace vroeg erom. Wat moet ze ermee? Ik denk de dokters in de gaten houden. Oh, nou, dat zullen ze leuk vinden. Vast wel. Ja, hè? Dokter, hier in hoofdstuk 5 staat dat een verhoogde bloedbezinking kan duiden op een ontsteking.
U heeft gelijk, mevrouw de Graaf. We nemen geen enkel risico. U blijft 3 dagen in bed. Oh, dokter, maar ik verveel me toch al zo. En hier op bladzij 330 staat... Ze zie het al voor je. Ach, laat hem maar. Dan is je in ieder geval actief bezig. Nou, dat is het toch al. Hè, zuster, is die naald wel steriel? Zou het zelfs de glaasjes water argwanend in de gaten? Daar is ook alle aanleiding toe. Met dat leidingwater vertegenwoordig. Nou, waar is die encyclopedie? Boven. Had het moeten weten. Hier beneden is het niet. Hey Tris, ik ben er. Oh, Hassan, ik heb jou net nodig. Ik zit even de bloemen in de vaas. Ja, maar knip ik het vast uit. Knip ik het vast uit. Ja. Dat is wel zwaar. Ja, zuster. Hallo. Dag. Zeg, ik ben anders een keer voor de verandering op tijd. Is Hassan al weg? Hassan is een half uur geleden bloemen in het water gaan zetten... en die heb ik sindsdien niet meer teruggezien. Nou, kijk eens wat ik heb meegenomen. De hele medische encyclopedie. Welk deel wil je hebben? Ik heb hier deel 6. Daar hebben we... nierontsteking, prostaat, paddenstoelvergiftiging, psychotherapie... aanhangsel. De doktoren weten toch niet waar ze zoeken moeten, dus laat het allemaal maar hier. Hoe gaat het nou? Ze keren me binnenste buiten, hè? Dat is om te kijken of er nog iets bruikbaars bij is. En het zal best, want jij bent nog van voor de oorlog en toen werd het tenminste nog stevig gebouwd. Ja, spot jij er bij mij. Daar was ik al. Alsjeblieft, Tris. Nou, zeg, mijn ogen worden er ook niet beter op. Dan zou ik toch zweren dat dat boeket er straks veel groter was, hè? Dat moet verbeelding zijn, hoor. Want zo gul is je ook niet. Waar moest je mij nou voor hebben? Oh ja, hier. Zou jij dit voor mij willen kopen? Wat is dit? Dat is een magnetische gezondheidsarmband met geneeskrachtige werking. Er zitten 6 magneten in en die hebben een positieve invloed op je organen. En jij gelooft dat? Ik wist dat jij dat zou zeggen. Daarom vraag ik het aan hem. Het komt uit Japan. En hij komt uit Marokko. Het gaat om de Oosterse denkwijze. En de zijn is al verpest door de Westerse. Geloof jij hier nog in? Nou ach ja, schaadt het niet, dan baat het niet. Ik bedoel maar. Verroest. Tres de Graaf. Oh, dag Van Dam. Oh, wat leuk dat jij hier ook bent. Ja, enig. Ja. En een buurtgenoot nog wel. Nou heb ik tenminste een beetje aanspraak. Zeg, wat heb jij? Ik ben hier een observatie. Ja, dat kwam ik ook. Maar ze hebben me gelijk te grazen genomen. Hier zo. Ik heb van hier tot hier helemaal open gelegen. Moet je kijken? Nee, dankjewel, Van Dam. Wat lees jij? Oh, de medische encyclopie. Zou wel even een kansje. Zit jij een of andere leuke ziekte uit te zoeken? Aan mij, neem toch een boekje uit de boeketreeks. Ons soort mensen hebben daar toch geen sjoegen van. Ja, maar ik wil wel weten wat ze met me uitspoken, Van Dam. Stel dat ze je vertellen, dan weet je het. Nou, wat dan nog? Kijk eens, Van Dam, als jij een beetje wil laten sollen, dan moet jij dat weten, hè? Oh, wacht eventjes, maar zo is het niet. Kijk, als ze mij de verkeerde pillen geven, dan ben ik heus wel op een kievuiver. Ja, wat ze van binnen met je uithalen, dat moet je toch overgeven. En ik heb wat overgegeven. Had ze jou de verkeerde pillen gegeven? Bijna. Ja, gisteravond. Ik heb al 3 weken lang heb ik van die kleine gele pilletjes. En in ene komt die zuster gisteren met een paar rode. Nou, dat kan ik toevallig nog wel even uit elkaar houden. Ja, nou ja, wie niet? Nou, mijn overbuurman op zaal. Die rode die waren namelijk voor hem bestemd. Maar toen had hij die gele van mij al slik, slik zo naar binnen laten glijden. Ja, als je niet meer bij je positieve bent, nou, ben je aan de heiden overgeleverd, hoor. En vooral als je alleen bent, zoals jij en ik. Voor de operatie toen dacht ik eerst, nou ja, als het maar niet fout gaat. Maar naderhand denk ik aan mezelf, wat maakt het eigenlijk uit? Op mij zit toch niemand meer te wachten. Goed. Dat jij hier ook bent. Ja, toevallig, hè? Ja, er zijn er die zeggen dat toeval niet bestaat. Nou, toevallig wel. Goedemiddag. Dag, dokter.
Toestand stabiel. Laten we de behandeling maar 3 dagen voortzetten. Dag, mevrouw. Dokter. Mevrouw de Graaf, gaat goed. We hebben nog niets kunnen vinden. U wel. En beker rechtop zitten, Trace. Ja, wat moet je nou ineens met een foto van mij? Voor later. Voor later? Jullie houden iets voor mij achter, hè? Wat dan? Jullie weten al wat ik mankeer. Even lachen, Trace. Kijk eens wat vrolijker. Franca! Zuster, kun je even komen? Ik ben druk. Mevrouw de Graaf heeft je dringend nodig. Wat kan ik voor u doen, mevrouw de Graaf? Blijf even hier staan. Maak ik een foto van jullie. He? Komt de dokter nog vanavond langs? Ik weet het niet. Hierheen kijken, Franca. Ik heb echt geen tijd, Hassan. Oké. Dankjewel. Hallo, dag Tris. Hey Hassan, wat doe jij hier? Hi, Anna. Nou, als ik had geweten dat je al bezoek had, dan was ik vanavond gekomen. Oh, maar Hassan komt niet voor mij. Hoe bedoel je? Die loopt hier de deur plat voor die verpleegster. Nou, dat is ook mooi. Hanna, je kan het me echt wel vertellen, hoor. Wat? Nou, hou je dan maar niet van de domme. Hassan kwam hier net foto's maken voor later. Wat heb ik? Zeg, je denkt toch niet... Wij weten van niks. Echt niet? Nee, echt niet. Voor zo'n dokter word je ook geen cent wijzer, hè? Nou, dan zal hij het waarschijnlijk nog niet weten. Maar ik lig hier al bijna een week. Ja, wat te lezen. Zeg, ik kwam meneer Van Dam tegen op de gang. Weet jij hoe die jou noemt? Ja, soepplaatje. Ja. Hè, wat leuk, hè? Jullie hebben leuk contact samen, oh, ja. Hè? Ja, dat zei hij. Zo? Nou, ik denk als jij straks thuis bent dat hij nog wel eens op een dag op je stoep staat. Moet ik met die oude man? Oh, ja, hij is 5 jaar jonger dan jij. Ligt hij. Het was toch leuk eergisteren? Maar overmorgen kan ik niet, dan ga ik de nachtdienst in. Kun je niet ruilen dan? Nee, dat gaat niet. Voor 1 keertje dan? Echt niet. Shit. Kijk jij even bij mevrouw de Vries, help ik hier even naar binnen. Hallo. Oh, bent u nu nog wakker? Ja. Ik doe geen oog dicht door dat gesnurk. Zal ik een slaappilletje voor u halen? Dat is de omgekeerde wereld, hè? Ik een slaappilletje omdat zij snurkt. En wat wilt u dan? Nou, ik gaf mijn man vroeger altijd een schop. En dat hielp. Ja, als ik dat doe, schoppen ze mij eruit. Ik kan u wel aan oordopjes helpen. Oh, nee. Nee, dan hoor ik niets. Dat is toch de bedoeling? Ja, maar als er dan wat gebeurt, dan merk ik het niet. Wat zou er moeten gebeuren dan? In een ziekenhuis kan van alles gebeuren. Zal ik uw kussens dan nog even opschudden? Nee, laat me maar. Heeft u nog water? Is er iets? Hassan, hè? Die woont toch bij u in huis? Nee, zeg. Daar zou ik niet aan moeten denken. Nee, hij woont bij mijn buren. En daar kom ik wel eens. Oh, juist. Ja, misschien vindt u het een beetje gek, maar... Huh? Nou, vraag maar. Ik ben al eens met hem uit geweest. Zo? Hij vroeg of ik voor hem wilde poseren. Ja, ja. Dat is niks bijzonders, hoor. Dat heeft hij mij ook gevraagd. Oh. Heeft u veel vriendinnen gehad? Gehad? Ja. Oh. Maar het stelde nooit veel voor. Ze had zo weer afgelopen. Hoe kwam dat dan? Geen idee. Hij zei altijd dat het weer de waarde niet was. Hij heeft mij al gevraagd om met hem samen te wonen. Zo, dat is snel. Nou, misschien ben jij het wel. Wat? De ware. Verrassen. Ben je gek? Je mag hier helemaal niet komen s'nachts. Nee, want dan zie ik jou, hè, met die man. Wat zitten jullie eigenlijk te doen? Dat is een collega van me.
En waarom zaten jullie zo gezellig te lachen? Nou zeg, mag dat niet? Ik kom jou hier opzoeken, midden in de nacht. En wat zie ik? Jij bent bezig met een andere man. Ach, doe niet zo, idioot. Dat is een collega, daar werk ik mee in de nachtdienst. Ja, ja. Wat is dat dan voor werk? Nou, we gaan altijd in... Nou, moe, ik hoef jou toch zeker geen tekst en uitleg te geven? Dat moet je wel. Jij bent van mij, niet van de andere man. Wat krijgen we nou? Ik ben helemaal niet van jou. Ik ben van niemand. Kom zeg, roepel op. Dat doe ik. Ik koppel al. Ik kan jou niet meer vertrouwen en ik wil jou niet meer zien. Hassan, st. En dat samen wonen met je samen hoeft voor mij ook niet meer. Dat ben je niet waard. Hassan! Steeds niet helemaal achter. Nou, dan begint het er aardig op te lijken dat mijn diagnose juist is. Ze mist een man. Nee, de dokter zei dat het hoogstwaarschijnlijk een virus is. Dat zeggen ze altijd als ze het niet weten. Nou, trouwens, een virus is net een man. Je weet vaak niet waar hij vandaan komt en soms is hij opeens verdwenen. Ah, nou, dat is dan maar te hopen voor Trace. En wat doen ze dan met haar? Oh, ze moeten voorlopig blijven. Nou, dat betekent dat we dus weer toe zijn aan het bezoekrooster. Kun jij morgen gaan zijn? Nee. Nee? En je bent er bijna elke dag. Ik ga niet morgen. Moet je niet naar je blonde vee? Ze heeft nachtdienst. Huh. En dan ga je het toch even opzoeken. En dan wip je meteen langs bij Trace. Die kan s'nachts ook niet slapen. Ja, zeg, kom. Waar zie je me vooraan? Nee, nou, zonder gekheid. Wanneer kan jij, Hassan? Ik heb het heel druk. Ja, daar hebben we allemaal last van. Wanneer komt ze nou eens naar huis? We kunnen toch niet blijven bezoeken? Dan voel jij je niet helemaal lekker, Hassan. Ik voel mijn kip lekker. Maar het moet niet eens afgelopen zijn. Ik dacht dat jij zo gesteld was op die arme, zieke buurvrouw van je. Ach, ze mankeert niks. Weet je wat jou mankeert, Trace? Denk jij dat te weten? Dat dacht ik wel, ja. Luister, Van Nam. 10 dagen lang heeft de ene arts na de ander zich op mij uitgeleefd. Liters bloed hebben ze van me afgenomen. Je kan een fototentoonstelling van me inrichten. En al die specialisten weten het niet. En omdat jij, nou, dat jij... Daar hoef je ook helemaal geen dokter voor te wezen. Kijk, die vreemde dokters, die zien jou alleen als lichaam. Je bent voor hun een geval. Maar verdiepen in de mens, Trace, daar hebben ze toevallig geen tijd voor. En dat heb ik nou toevallig wel. En wat is je diagnose van dan? Weet je wat jou mankeert? Niks. Het enige wat jou mankeert is een man. Doe nou, verdam. Daar staat mijn hoofd nou helemaal niet naar. Moet je eens luisteren, je kunt je nou helemaal volgen, hè, met van die Oosterse banden. Dat helpt je ook niks. Helemaal niet. De band met een man, dat is de remedie. Dus jij dacht, als ze maar een man is... Ja, ja, tuurlijk. Niet zomaar een man. Nee. Ik zelf ben ook al 10 jaar alleen. En vaak heb ik dezelfde vage klachten als jij. Het enige voordeel van een man in huis is dat ik dat tenminste weet waarom ik me beroerd voel. Ja, maar we hoeven toch niet met elkaar in huis? We kunnen het toch ook modern doen? Ieder in zijn eigen huis blijven wonen. Hè? Een latrelatie. Kijk, en dat is het. Hè? Kijk, Van Nam, dat zijn ongewenste intimiteiten. Daar kan ik je voor aanklagen. Latrelatie. Ah, lekker weekend. Zullen wij samen straks naar Trace gaan en naar bioscoopje pikken? Oké, okay, kiki. Oeh, ik ben wel toe aan een verzetje. Wat eten we eigenlijk? Goulash, mevrouw. Goulash. Ah, ruikt lekker. Wat ruikt het hier lekker. Echt eten. Hoe kom jij hier? Met een taxi. Ben je ontslagen? Nee, vast wel waar. Wat kom je doen dan? Ik ben weekendje vrij. Een weekendje vrij? Ja. Ik moet even bijkomen. Men doopt op voor dat ziekenhuis. Doe hun oog dicht door het gesnurk. 'S morgens om 6 uur staan ze al aan je bed. Je komt niets aan de weet. Je wordt lastiggevallen door oude mannetjes en je moet alles in de gaten houden. Nou, jij overdrijft toch zo. Waarom moet je alles in de gaten houden? Er is niks gebeurd. Nee, omdat ik alles zo goed in de gaten heb gehouden. Ik wil nou wel eens een weekendje rust. Maar kan het zomaar? Ja, waarom niet? Je ligt daar in het weekend toch alleen maar om voor het ziekenhuis een bed bezet te houden. Hè, Joris? Liet hij zich gewoon begaan dan?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet? Nee, ik kwam niemand tegen. Heb je ze niet gezegd dan? Nee, ik zag niemand. Gelukkig maar, anders had ik het weer allemaal uit moeten leggen. Ach, ik bel ze wel. Nou, dat kan je niet maken, Trace. Hé, Joris, bel jij even naar het ziekenhuis. Alles is daar natuurlijk in rep en roer. Wel, nee. Wat ruikt het hier lekker. Hè? Hoe kan dat nou? Ben je weer beter? Zo goed als, ja. En jij? Ik? Ik maak hier niks. Oh, nee? Nou, je mag je wel eens na laten kijken. Hoezo? Zo jaloers als jij bent. Nou, is het niet gezond, hoor. Ik jaloers? Hoe kom je erbij? Ja, hoe dacht je? Wacht even. Wat heeft ze jou wijsgemaakt? Wie? Dat weet je wel, de Del. Ach, kom nou, de Del. Wat heeft ze jou wijsgemaakt? Ach, man. Je hebt het halve ziekenhuis wakker gegild. Ja, vind jij het gek? Ze stond te vlooien flikken met een andere vent en ik stond daarvoor, Ja, met Huisman. Ik zou doorverbonden worden. Het ging over mevrouw de Graaf, weet wel. Ja. Ja, met Huisman. Ik bel even over mevrouw de Graaf. U zult wel ongerust maken, daarom... Hé? Hey? Wat is er? Ja, maar... Ik geloof dat... Hallo, hallo. Zeg, en toen... Dan... Oh, hebben ze het al gemist? Ze hadden er zelf weggemaakt. Hè? Gefeliciteerd, Trace. De operatie is geslaagd en je ligt op de uitslapzaal. De dokter vertelde me dat je linkernier verwijderd is... maar de rechter die verkeert in uitstekende conditie. Je toezicht is bevredigend en een voorspoedig herstel ligt in het verschiet. Nogmaals, van harte. Waar heb je tevreden nog over? Ik denk over een andere mevrouw de Graaf. Met dubbel F of zo. Zie je dan wel. Zo heb ik mijn hele gelicht. Of het loopt mis.